Gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Ze was de langzittende wethouder in Flevoland toen ze op 28 juni door de gemeenteraad van Zeewolde werd weggestuurd. Winnie Prins, boegbeeld van uh, Leefbaar Zeewolde. Ze moest weg vanwege haar persoonlijke opvattingen over het coronabeleid. Uh, mevrouw Prins, afgelopen week hebt u afscheid genomen, onder andere van de inwoners van uh, Zeewolde. Dan was het zo dat u eind juni zich nog hevig uh, verzette. Um, uh, toen de Raad het vertrouwen in u opzegde. Hebt u zich inmiddels een beetje. Uh, ermee verzoend? Niet echt. Hè. Ik vind dat wat er is gebeurd uh, eigenlijk een beetje buiten proporties. Daarom heb ik ook de motie van wantrouwen destijds niet overgenomen. Maar de dag daarna had ik al zoiets van. Ik ga los in Zeewolde. Op vrijwilligerswerk, niet politiek uh, op dat moment. En je neemt gewoon ja, één, twee weken de tijd om het allemaal tot je door te laten dringen. En daarna hebt u de knop omgezet. Precies, je, ja, gewoon klaar. Ja. Ja. Ik wil toch nog even kijken. De Steen des aanstoots destijds. dat was eigenlijk een reactie op de Facebookpagina... Je bent Zeewoldenaar Als. Ja. En dat was een reactie op een, 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 een protest van een, tegenstanders van het coronabeleid. Protestmars mm -hmm. in Zeewolde. U nam het eigenlijk voor hen op. Ja. En u schreef daarin zinnen als. Zoveel vrijheid is er niet meer. En vragen stellen is verboden in Nederland. Wat, wat, wat was dat nou? Was dat ineens Winnie als Wappie? Ja, dat lijkt er inderdaad ja. op. Hè? Want het gaat er ook over: uh, ik, ik volg uh, vrij veel nieuws. Ik zie dat kritische vragen gewoon niet mogen worden gesteld. Dus als ik achteraf kijk naar die teksten, had ik de tekst ongeveer wel laten staan, maar wat scherper gezet wat ik nou precies daarmee bedoelde. Want wat bedoelde u dan eigenlijk precies? Nou ja, ik zag dat uh, echt gerenommeerde wetenschappers uh, geblokkeerd werden op LinkedIn. Ik zag dat er veel agressie was in uh, het dorp naar aanleiding van die mars. Ik zie dat er heel veel uitsluiting is en nog steeds, ik vind dat het steeds erger wordt en daar maakt me gewoon ontzettend zorgen over. Maar vindt, dus vindt u echt dat er niet veel vrijheid meer is en dat je geen kritische nou, vragen mag stellen? Want er wordt ja. ook voortdurend gediscussieerd over het coronabeleid. Met nou, alle mogelijke opvattingen? Ja, ik zie alleen dat als je een goede vraag stelt, als wetenschapper, niet als gewoon inwoner of zo'n wappie, zo laten we dat dan maar zo noemen, dan komt daar zelfs geen antwoord op. Ja, dat vind ik heel pijnlijk. Dat vind ik ook raar om te zien. Want ik ben gewend dat wij in een hele open democratie leven waar alles kan en alles mag. En waar je gewoon ook een goed debat voert over wat er gebeurt. Maar, maar toen u dat opschreef, had u niet het ja. idee: ja, als wethouder ga ik nu zeggen dat er ja, eh, zo, niet zoveel vrijheid meer is in Nederland. En ja, nu begeef ik me op glad ijs. Nee, op dat moment niet. Wat er gebeurde was dat hij zo boos werd. Ik werd zo geraakt hè, door al die agressie uh, die daar gebeurde. En ik had in de tussentijd gezien dat mensen inderdaad geblokt werden. Dat er vragen niet mochten worden gesteld. Wat u bedoelt, bestellen. dan agressie tegen de tegenstanders van de raad Ja, precies. tegen die. Ja. ja. En ik dacht, ik reageer. Ik ben gelijk gaan typen. Mm -hmm. En achteraf, ja, die zondag, dacht ik, oké. Okay, dit was misschien niet zo handig geweest. Maar dan staat het er. En ik heb het gewoon laten staan. Ja. Dat, dat is klaar. Goed, dan is er een dag later een gemeenteraadsvergadering. Ja, ja dan komt er een motie van wantrouwen. Mm -hmm. Een motie ook waarin bijvoorbeeld staat, uh, dat zij, hè, dat bent u dan, zij is zich niet bewust van het feit dat ze een publiek ambt bekleedt, maar ze ziet haar werkzaamheden als wethouder als een gewone baan. Mm. En dat het daarop is misgegaan, met het uiten van uw persoonlijke opvattingen. Uh, ja, daar staat dus eigenlijk in die motie van wantrouwen dat u gewoon niet snapt hoe zo'n wethouderschap werkt. <laughs> Ja, ik lach erom. Ik vind dat ik op een andere manier naar wethouders kijk. Wethouders zijn mannen en vrouwen die werk verzetten, heel veel werk verzetten, maar die ook gewoon een persoonlijke opvatting hebben in hun persoonlijk leven. En zolang het niet gaat over het beleid van je eigen gemeente, ik vind het verschrikkelijk om te zeggen: de gemeente Zeewolde is slecht hierin, doet dit niet goed. Zolang het dat niet is, vind ik dat je heel veel uitingen kunt doen. En in mijn werk heb ik gewoon gedaan wat ik moest doen. Hm. Ook de coronamaatregelen netjes uitgevoerd. Nee, maar dat, u is, als wethouder. dat is inderdaad een interessant standpunt. Maar het probleem is natuurlijk wel dat u niet voor het eerst... door de gemeenteraad werd aangesproken op uw persoonlijke opvatting. Ja. En twee, twee jaar geleden is dat gebeurd. Ja. Toen had u het over gegogeld door het RIVM met cijfers... Mm -hmm. over windmolens en stikstofuitstoot. Bent u eigenlijk ook teruggefloten. En u hebt toen gewoon een laatste waarschuwing gehad, eind 2019. Ja, laatste waarschuwing en je doet het nog een keer... Dan, dan kun je toch niet verbaasd zijn over de consequenties? Nou, het bijzondere is dat uh, dit iets is wat waarschijnlijk mensen niet zo welgevallig is. Want ik uit mij heel vaak op uh, allerlei sociale media. Ook als het hm. ging bijvoorbeeld over datacentren, ben ik ook uitgesproken. Zou maar u leg... al veel eerder weg kunnen sturen? Oh ja, veel eerder. Uh, dat, ja, er zijn zoveel dingen die ik zeg. Dus. <laughs> en dan gaat het echt altijd over ja, landelijk beleid, landelijke maatregelen. Die uh, mensen toch raken. Maar, maar toch even, hè, de kern, denk ja. ik, van de discussie in ieder geval. die werd verwoord door uh, Rob Smeets van ZWOL de Liberaal. die natuurlijk mm -hmm. ook uh, de, de initiatiefnemer was van de motie van wantrouwen. Uh, die heeft de affaire eigenlijk aangesvengeld in de raad. Hij zei: die uitspraken kunnen gewoon niet als je de functie van wethouder vervult. En u vindt dat dat geen enkel probleem is. Daar, zit ja. hem daar het verschil? Ja, daar zit hem het verschil. Tenzij je echt uh, hele rare dingen zegt over een uh, wet ga ik niet uitvoeren. Dat, dat kan niet. Je bent wel wethouder. Maar goed, toch uh, was dat standpunt van, uh, van uh, Rof werd hoor, een meerderheid van de, van de gemeenteraad uh, ondersteund. Hè? Want de ja. motie van wantrouwen kreeg een uh, ruime meerderheid. Ja. ja, dan moet je toch weggaan als wethouder. U wilde niet weg. Nee, ik dacht uh, wat in die motie namelijk stond, was dat ik ook uh, geen gesprekken meer individueel mocht voeren of in uh, vriendenkringen over persoonlijke meningen. En dat vond ik veel te ver gaan. Dus ik, we hebben ook als college toen een statement uitgebracht... Dan tot de verkiezingen in ieder geval zullen we ons beperken op social media... tot dat wat het werk betreft, maar dat was niet voldoende. Dus in mijn mening is er gewoon een stok gevonden om mee te slaan... en eindelijk waren we van Winnie af. Ja, wat waarom wilden ze ja. dan van Winnie af? Uh, ja, ik hoor in, uh, he, buiten natuurlijk op straat, als Winnie er niet meer is, dan bestaat de partij ook niet meer. En zijn we eindelijk van ze af. Ja, ze wilden Leefbaar C. een kopje kleiner maken. Nou ja, dat is mijn uh, persoonlijke gevoel. Maar ik, ja, ik krijg het ook wel bevestigd door mensen uit steunfracties van oppositiepartijen. vind ik kwalijk. Ik denk, waarom nou? Ja. nou niet? We leven in een democratie. Ja, je had het ook ergens over spelletjes zijn er gespeeld. Uh -huh, dat vind ik dus dit ongeveer. Uh, he, dat, ja. Dat, ja. Waarom nou? We hebben het over 22.500 mensen. Daar moet je het met z'n allen voor doen. En wat je van elkaar vindt, prima, maar dus een hoger doel. Ja. Hebt u veel reacties eigenlijk gehad na uw Ja, Heel verplek? veel. Ja, ik had zoveel bloemen dat ik fase bij mijn vader moest lenen. <laughs> maar mensen kwamen ook aan de deur en nou, dat was heel emotioneel. Want je zei ook, uh, u heeft eindelijk gezegd wat ik wil zeggen en niet kan zeggen of durf te zeggen, mag ik u knuffelen en ik heb bloemetjes voor u meegebracht. Dat was geweldig. Daar hoe... krijgt nog rillingen van. Ja. Hoe kijkt u nou terug op dat wethouderschap? Wat natuurlijk veel langer heeft geduurd dan ja, ja. In deze ene ja. affaire. Veel langer. Ja, fantastisch. Wat was het hoogte, belangrijkste, wat vindt u zelf het belangrijkste wapenfeit? Dat u um, het het zijn er een paar. Uh, ik vind Oosterwold, hè, dat wij voor elkaar hebben gekregen, geen grenscorrectie, maar samen met Almere bouwen aan wat nodig is voor zeker de randstad. Uh, het sociaal domein natuurlijk, uh, daar heb ik uh, vrij veel dingen ja, met de gedaan. De Maar Ja, doe jeugdzorg. Ja, precies. Maar ja. dat doe ik niet alleen natuurlijk, hè. Ja, ja. er zijn heel veel ambtenaren die eraan werken. Mist u het erg? Um, ja, soms wel, um, maar ik ben ook wel heel blij, want mijn agenda is nu leeg. Ik hoef geen avonden meer te werken en er is ook wel heel veel spanning uh, van mij afgevallen. Ik ja. had altijd mijn gevoel sprieten aan, wat gebeurt er om me heen? Dat merkte ik niet meer na al die jaren. En nu pas merk ik dat ik dat wel heb gedaan. Ja. Dit, dit gebeurt natuurlijk een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Was het eigenlijk de bedoeling, als dit niet was gebeurd, dat u nog weer uh, lijsttrekker was geworden van Leefmaatschappij? Nee, Heel lijsttrekker op. zeker niet. Hè? Ik vind dat je na een aantal jaren gewoon uh, mensen de uh, ja, kans moet geven mm. om ook uh, aan het werk te gaan. Ik kom wel op de lijst te staan. Oh, nu nog steeds? Ja hoor, zeker. Hoog? Uh, uh, ik wil heel graag lijstduwer worden. Je lijstduwer? En ja. dan nou, zit het er beste in dat u voorkeurstemmen krijgt natuurlijk. Ja, dat uh, wordt een hele spannende. Want uh, ik heb nooit in de gemeenteraad gezeten, dat wil ik ook niet. Ik, uh, heb de ervarie... wat, wil u, wat wil u dan? Um, nou, mocht er toch een mogelijkheid zijn om wethouder te worden... maar misschien he, dan in een tweede positie naast een nieuw boegbeeld van Leefbaar... dan doe ik dat. Zou, de, uh, nee, dat... zou, zou dat politiek <laughs> haalbaar zijn? Dat, dat weet ik niet, dat gaan we zien. Want ik heb het idee dat er heel veel gaat gebeuren met verkiezingen. Dus nieuwe partijen komen erbij, nieuwe mensen. Nou, er spelen natuurlijk hele belangrijke onderwerpen. Woningbouwlocaties ja. wordt een hele spannende. Maar uw politieke rol is nog niet uitgespeeld als dat nu ligt? Nee, niet helemaal. Nee. nee. We gaan het zien. Ja. Nou, dat wordt dan in ieder geval spannend komend voorjaar. In die Prins, heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, volgende week gaan we gewoon door in de reeks gevallen wethouders. Want dan spreek ik met Roelof Siepel. Hij is afgetreden als wethouder in Dronten. Graag tot volgende week.